Leuk dat je kijkt. Ik heb vandaag een video over gel nagels. Essence is uitgekomen met een gel nagels at home. Hoe zeg je dat? Aantal producten, zeg maar. En die ga ik vandaag testen en ook aan jullie laten zien hoe ik het doe en ook mijn mening vertellen. Zoals je op Instagram al kon zien, was ik al een tijdje op zoek. Goh, waar kan je het kopen? Ze zijn niet in het kleine schap. Als je een kruidvat in de buurt hebt met een klein essenschap, is ze daar niet. En in de stad waar ik woon heeft een klein essenschap. En gisteren wou ik eigenlijk de gel ergens anders naartoe gaan om het te halen. Maar toen moest ik opeens onverwachts werken. Oh, dus ik baalde, want ik wou het zo gaan halen. Maar toen heeft mijn lieve vriend is op pad geweest voor mij. En die heeft dus een aantal dingen gekocht waar ik hem echt super dankbaar voor ben. En like even deze video als je hem ook dankbaar bent. En ik zal even laten zien eerst wat ik, wat hij heeft gekocht. Maar ja, wat ik heb, zeg maar. Als eerste de lamp. Het is een LED-lamp. Maar ik heb stiekem al gekeken en op de... ik zal hem even eruit halen ook. Maar er stond op het gebruiksaanwijzing papiertje, zeg maar. Er zit hier een heel groot dingetje in. Er stond erop dat het een UV-LED-lamp is. Dus het is wel LED, maar wel ook met UV-straling. Dus dat vond ik wel enigszins jammer. Omdat UV-straling, dat weet iedereen, dat is gewoon niet zo heel goed voor je huid. Dus dat is dan wel weer een nadeel, vind ik zelf. Je kan natuurlijk zeggen dat je voor het gebruiken even je handen insmeert met zonnebrandcrème. Ik denk dat dat wel helpt voor de veiligheid van je handen, zeg maar. Dus dat is, vind ik wel één klein nadeel, maar goed, het geeft verder niet. Verder is dit de lamp. Hij zit in een heel mooi bubbeltjesfolietje. En er zit hier nog een plasticje op om hem te beschermen. En zo ziet het eruit. En er zit gewoon een snoer aan. En hier binnenin, dit ziet er heel erg leuk uit. Dit zijn allemaal bobbeltjes en dit is zeg maar een soort glas en zo. Ik vind het er gewoon, doet er niet toe, maar het ziet er leuk uit. Hier zit een knopje met de E van zeg maar het Essence logo. Hier zit een knopje en hier een aan- en uitknopje. En dat is eigenlijk de lamp. En dit is wel een van de belangrijkste dingen die je nodig hebt om dit te kunnen doen. Deze was wel 30 euro, dus dat is wel vrij prijzig. Maar als het werkt is het op zich wel goedkoop. Want als je Sensation Nails hebt, dan betaal je wel een stuk meer. Dan heb ik nog 4 producten. Deze 4. Dit is de cleanser. Zie ik ermee moet je dan je nagels vooraf schoonmaken. En ook tijdens nog. Maar dat zal ik ze allemaal laten zien. Ik heb een primer. En even kijken. Dit is een peel-off base coat. Dus dat moet je... ik laat zo alles zien hoe je het moet gebruiken. En ik heb een topcoat. Dit is de French Gel topcoat. En er is ook een clear topcoat. Die wou ik eigenlijk. Maar goed. Ik heb nu deze. Dus ik ga deze nu testen. En de prijzen van deze weet ik dus niet. Want er stond op de bon alleen Essence Makeup. Essence Makeup. Maar ze zijn tussen de 2,60 en de 2,99. Dus dat is helemaal niet duur. Die lamp is dan wel vrij prijzig. Maar ja, dan heb je ook wel wat. Dus ik ga nu gewoon beginnen met testen. Met het uitproberen. En ik ben heel benieuwd. En ik ben echt zo de hele tijd al denk ik wil ze graag hebben. Ik wil ze graag hebben. Ik ben zo benieuwd ernaar. En nu heb ik het eindelijk. Dus ik ga het uittesten. En ik ben echt super enthousiast. Dus mocht ik iets te enthousiast zijn in deze video, sorry alvast. Want ik vind het gewoon heel erg leuk dat Essence hiermee komt. Want je hebt natuurlijk Sensation Nails. En van verschillende merken, ook van die gel nagels. En ik vind dat zo gaaf. En nu heeft Essence het gewoon ook. Wat ik echt heel goed vind van Essence. En heel tof vind van Essence. Dus maar goed, ik ga snel beginnen met het uitproberen. En ik ga alles filmen. Dus dan kunnen jullie ook alles zien. Tot zo! Ik heb mijn nagels even geveild. Ook de nagelriem een beetje naar beneden geduwd. En ook nagellak eraf gehaald. Wat ik nu moet doen is met de cleanser even mijn nagels daarmee schoonmaken. Zodat ze stofvrij worden en dat het gel goed blijft zitten. Zo. En dan gebruik ik de primer. Die ga ik even op mijn nagels doen. Dit is gewoon nagellak kwastje. Zo. De primer zit erop en dit is gewoon een, hoe leg ik dit uit? Dit is niet echt een lak. Dit is meer, je lakt het op en het trekt helemaal in je nagels. Dus je ziet er nu ook niks meer van eigenlijk. Dus dit is echt, denk ik, verzorgend voor je nagels. En dit zorgt er gewoon voor dat de gel nagels beter blijven zitten.
dan ga ik aan de slag met de Gel Nails at Home Peel Off Gel Base. Die lak je gewoon als normale nagellak. Zorg er wel voor dat het echt niet op je nagelriemen komt. Omdat als je straks onder de lamp doet, wordt het waarschijnlijk hard. En het is gewoon niet fijn om dat op je, ja, op je huid te hebben. Dit is gewoon een beetje een dikke, stroperige substantie. Dus ik zou, ja, zorg ervoor dat je kwastje goed zo afstrijkt. Anders krijg je heel veel op je nagels, denk ik. En zorg ervoor dat de randjes, dat daar ook wat zit. Want het kan nog wat optrekken en dan, ja, raden ze aan om nog even ook zo wat te doen, zeg maar. Dus je doet de nagel en een beetje op het randje, zo. En dan is het tijd om even te kijken of er niks op je nagelriemen zit. Dan pakken we de lamp erbij en leg je hand gewoon zo in de lamp en dan druk je op het aanknopje. Dan moet je eerst deze ook, hier zit ook een aanknopje, doe je die eerst aan en dan zo. En hier, zo blijf je gewoon even zitten totdat die uitgaat en dan is de minuut voorbij en is als het goed is, ja, je nagellak hard. Dan staat erop dat je weer even met die cleanser, met diezelfde cleanser, ik doe ook gewoon hetzelfde doekje, weer eventjes over je nagels moet gaan om het kleverige ding weg te halen. Misschien dat dat is wat ik voelde. Oh ja. Nu voelt het ook gewoon echt als opgedroogde nagellak. Oké. Okay. En dan kan je aan de slag gaan met een kleurtje als je dat wilt. En je kan ook meteen doorgaan met de French topcoat. Als je de French topcoat of gewoon de topcoat, de clear topcoat erop wil doen, hoef je dus niet tussendoor met de cleanser. Dat is alleen als je ook nog een lakje wil. Ik heb gekozen voor dit lakje. Dit is een Essence Color & Go lakje in. Of to Miami. Ik ga zo mijn nagels lakken met dit lakje. En zorg ervoor dat het heel goed droogt. Omdat anders je topcoat niet zo, ja, niet goed gaat. Als de nagellak nog niet droog is. Ja, ik ben een beetje vaag. Maar goed. Dus ik ga die oplakken. Heel goed laten drogen. En dan kom ik weer bij jullie terug. Zo, de nagellak zit erop. Ik heb 2 laagjes gedaan. En dan ga ik nu verder met de volgende stap. Ik pak de Gel Nails at Home French Gel Topcoat. Pak ik erbij. Je kan dit ook doen met de clear topcoat. Maar ik heb nu deze. Dus ik ga deze gebruiken. Deze is. Ik zal even opendraaien zodat jullie dat kunnen zien. Weer vrij stroperig. En hij heeft een beetje gelige, oranjige kleur. Dus ik ben heel benieuwd hoe dat gaat uitpakken op mijn nagels. Wat je doet is weer gewoon lakken en weer even onder de lamp. En dan ben je klaar eigenlijk. Dus ja, dat ga ik nu even doen. En dan doe ik mijn nagels weer onder de lamp. Oh, aanzetten weer. Onder de lamp. Hij is alweer uit. Ja, ik vind het ook heel kort. Maar goed, ik ga er weer overheen met de cleanser. Even zachtjes. En het is inderdaad wel echt hard. Nu komt het moment dat ik mijn mening moet geven. En dat vind ik wel lastig, omdat ik nu ook de French topcoat heb gebruikt. En die is ook anders dan de clear topcoat. Dus ik, ja, dat is lastig. En ik heb het nog maar 1 keer gebruikt. Dus dit is mijn eerste reactie mening, zeg maar. Dus ik ga hem ook gewoon een tijdje, laat ik het gewoon zitten. En er komt ook een artikel over. Als ik, ja, als ik 10 dagen verder ben, dan maak ik gewoon weer een artikel van, hé, hoe vind ik het nu? Maar op het eerste gezicht vind ik het heel makkelijk. Sowieso budget, dus ik vind het heel leuk. Een nadeel vind ik echt dat hier, bij mijn pink en bij mijn ringvinger zie je dat vooral, dat de topcoat is teruggetrokken. En nu heb ik dus een lelijk witte waas over mijn nagels. En ja, dat is gewoon niet mooi. Daar ben ik heel eerlijk in. Dat vind ik echt niet mooi. En ik zal zo nog even close-up laten zien. Maar ik denk echt serieus dat dat met de doorzichtige topcoat, dat dat minder is. Dus ik laat nu ook, dit laat ik nu gewoon even zo. En als ik de clear topcoat heb, dan doe ik het nog een keer. En dan laat ik dat ook allemaal in een artikel zien. In eerste instantie vind ik het heel erg leuk. Heel erg makkelijk. Heel erg goedkoop. Ja, het voelt gewoon niet vervelend aan, zeg maar, aan mijn nagels. Ja, dus ik vind het heel erg leuk. Jammer van die topcoat dat die terugtrekt. Dus dat je nu een rare, ja, vorm in je nagels hebt. Maar goed, ik zal even close-up laten zien en dan was dat de video. Ik hoop dat je hem leuk vond. En heel erg bedankt voor het kijken. Laat even weten of je ook deze set hebt. Want dan ben ik ook wel benieuwd naar jouw mening, wat jij ervan vindt. En ik laat dit sowieso
ja, zitten. Of met de doorzichtige topcoat. Moet ik even kijken hoe ik dat doe. En er komt dus een artikel van online. Misschien weer een video, maar dat weet ik niet helemaal zeker. Moet ik even kijken wat ik ga doen. Dus hou mijn blog vooral in de gaten. Want dit komt nog terug. Gewoon hoe, ja, blijft het inderdaad 10 dagen zitten? Gaat het er makkelijk af? Hoe zien mijn nagels eruit na het gebruik? Enzovoort. Dus daar ga ik ook allemaal nog naar kijken. Maar ja, dat kan ik nu nog niet zeggen. Dus ja, dit was de video. Heel erg bedankt voor het kijken. En kijk ook even in de beschrijving waar je me allemaal kan volgen, mocht je dat willen. En ja, dankjewel en tot de volgende keer. Doeg! Mijn ringvinger is het mooiste. En dan zie je vooral hier bij mijn wijsvinger en mijn pink dat het buitenste randje nog gewoon donker is. En het binnenste randje wel licht is. Dus dat is jammer dat die zo terugtrekt. Maar verder vind ik het ja, er wel mooi en shiny uitzien.